De bever heeft toch een beetje zijn grenzen bereikt. Nou, we hebben al last, ik denk vanaf april, mei. Toen uh, kwam dus een, een bever ineens hier terecht in, in Lindenholtje in het water. Vonden we in eerste instantie heel leuk. En, uh, maar nu zijn we al een behoorlijke tijd verder. En die bever begint vreselijk veel overlast te geven. De gemeente Nijmegen kreeg het afgelopen jaar tientallen meldingen binnen van beveroverlast. Naast het gevaar van het omvallen van zo'n afgeknabbelde boom, zorgt het vooral voor veel hinder. Je krijgt geluidsoverlast, inderdaad de eenden die netjes hun nest altijd beschut maakten, die, 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 die gaan ergens anders naartoe. Je krijgt de, de overlast van, hier heb je die weg, fijnstof zie je weer gewoon over naartoe dwarrelen. En ik heb zelf meegemaakt dat ik op vrijdagochtend uh, weg moest. En er lag dus gewoon een hele grote tak over het fietspad. En als je s morgens om 7 uur komt aanfietsen, zie je dat niet. En het is dus gewoon levensgevaarlijk. Om de overlast een beetje tegen te gaan, heeft de gemeente op 40 bomen een speciale pasta gesmeerd. Daardoor vinden bevers het niet fijn om te knagen. Ze zullen de boom dan met rust laten. Toch vindt Daam dit niet voldoende. En hij heeft zelf maatregelen getroffen. Nou, het gaat ze hebben om die boom gespannen. Omdat deze. Prachtige treurwillig, die werd aangevreid door die bever. En zo kan de bever niet verder aan de boom eten. Het verplaatsen van bevers is geen optie. Dit mag namelijk niet van de wet, omdat het een beschermde diersoort is. Daarnaast is het de vraag of zoiets zin heeft. Waarschijnlijk komen de bevers dan gewoon weer terug naar het territorium dat vrijkomt.